En daarmee zit ik een beetje in een klem. De vraag, die snap ik heel goed en ik snap uw motie ook. Voor politici in de Tweede Kamer is dit het belangrijkste debat van het jaar. De algemene politieke beschouwingen wordt het genoemd. Dit wordt een moeilijk debat. Bij dit debat kunnen de nodige discussies ontstaan. Dit is toch niet serieus te nemen, voorzitter? Moet je eens kijken. U wordt meer dan serieus genomen. Het gaat vandaag in de Tweede Kamer over alle plannen die het kabinet heeft gemaakt voor Nederland. Het kabinet, dat zijn alle ministers en staatssecretarissen. En minister-president Dick Schoof is daar de leider van. Hij moet namens het hele kabinet antwoord geven op alle vragen die er zijn. En dat zijn er veel. Het is een pittige klus, want in de Tweede Kamer zitten ook veel politici die de plannen van het kabinet niet goed vinden. Nouchka van der Meijden volgt voor het Jeugdjournaal het debat en de minister-president. Het was nog een beetje wennen voor Dick Schoof. Hij heeft nog niet vaak zo'n debat gevoerd. En hij moest af en toe op zijn papiertje kijken en even nadenken over wat hij ging zeggen. En leek soms ook een klein beetje geïrriteerd over de vragen die hij kreeg. Produceren. Jongen. Zal ik dat maar even doen? Het kabinet wil een aantal dingen in ons land veranderen. Met name als het gaat om asielzoekers. Want dat is een groot probleem volgens dit kabinet. Ze hebben het plan om veel minder mensen uit het buitenland in Nederland toe te laten. Maar andere partijen zijn het oneens met de manier waarop het kabinet dat wil doen. Dat is een belangrijk onderwerp in dit debat. De nood is hoog. En dat betekent dat de minister van Asiel en Migratie ook soms maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat degenen die in dit land zijn toch adequaat worden opgevangen. Het is overduidelijk dat dit gewoon niet kan. Ja, maar nu maakt de minister-president het zichzelf wel erg moeilijk, denk ik. Over de plannen voor asielzoekers moeten ze hier nog heel lang praten. Dat is het moeilijkste onderwerp vandaag. Dick Schoof moet proberen op alle vragen en opmerkingen daarover een antwoord te geven in deze vergadering. En die zal waarschijnlijk dan ook tot heel laat vanavond gaan duren.